We hadden allemaal gesprekken gehad en Matthijs ook. Dus voor mijn gevoel was het inderdaad, was het een close call. Augustus 2012, dat is echt lang geleden hè, dat debuut van jou. Dat klopt, ja. En zoveel verschillende fases ook meegemaakt in het Nederlands elftal. Nu zit je hier weer als basisspeler. Hoe voelt dat? Ja, ook dat klopt, ja. Het is heel lang geleden. En veel verschillende fases meegemaakt, maar altijd met veel plezier en trots naar het Nederlands elftal gekomen. En altijd, zoals Donny ook zei, het beste proberen van te maken. En, dat blijft altijd zo. Nog één dingetje over die corners. Jullie hebben het erover gehad. Overwegen jullie ook al iemand bij de tweede paal te zitten bij corners en vrijtrappen? Nee. Dankjewel. Duidelijk. Je bedoelt, als je bedoelt vast, zeg maar, als de corner genomen wordt, al iemand bij de tweede paal? Ja. Nee, ik denk dat, dat we meer op letten dat in die eerste zone, waar ook die goal kwam, dat is een gevaarlijke zone, dat die goed bezet is. Je hebt 2 keer afgelopen jaar tegen Frankrijk gespeeld in die EK-kwalificatie. Wat is nou essentieel tegen die Fransen? Dat je niet in hun counters loopt. En je weet dat ze daarmee het meest gevaarlijk zijn. De aanval van Frankrijk die staat bekend om zijn dynamiek. Hè? Je weet nooit wie, waar, wanneer gaat lopen. Hoe stel je daar als verdedigers op in? Nou ja, allereerst moet je zeggen dat ze natuurlijk alleen maar topspelers voorin hebben. En wie daar ook zal staan. En zie je ook terug dat ze allemaal bepaalde... kwaliteit hebben. Veel technisch, veel snelheid, veel sterk in de omschakeling. Dus dat is wel iets wat je vooral persoonlijk, maar ik denk vooral als team op moet voorbereiden. En wat Donjan zei is belangrijk om bijvoorbeeld als je zelf aan het aanvallen bent en dat je geduld houdt, de bal in bezit houdt en dat je restverdediging goed op orde hebt. En wat dacht jij toen je die neus van Mbappé op 10:30 zag hangen? Ja, ik heb ook wel eens mijn neus gebroken, dus ik kreeg wel een beetje... Dat is geen lekker gevoel, nee. Sinds Koeman weer bondscoach is, hebben jullie 14 keer gespeeld en 3 keer maar in de basis jij gestaan, terwijl je er wel meestal beschikbaar was. Kun je aangeven wanneer je in de voorbereiding het idee kreeg van hij gaat voor mij kiezen en wat was zijn argumentatie precies? Het moment was... eigenlijk de week naar Polen toe. Ik wist wel vooraf, was natuurlijk, hadden we allemaal gesprekken gehad en Matthijs ook. Dus voor mijn gevoel was het inderdaad, was het een close call, om maar zo te zeggen. Omdat ik denk niet veel onderscheid is tussen ons. Ik denk dat het vooral een beetje mee te maken heeft wat voor soort type speler je wilt. En ik vond dat... Matthijs erg goed speelde tegen Canada. En ik denk dat ik zelf ook een prima wedstrijd tegen IJsland speelde. Dus dan beleef ik nog steeds een beetje van een of het ander. Waar kiest hij voor op dat moment? En die week daarvoor werd dat duidelijk.